Hoe doorbreek je trauma binnen familiesystemen? Trauma binnen familiesystemen is een complex en belangrijk onderwerp dat verschillende aspecten van familiedynamiek en individuele psychologie omvat. Familiesystemen verwijzen naar de dynamische interacties, de rollen, de patronen en structuren binnen een familie. Elk gezin heeft zijn eigen unieke familiesysteem, gevormd door de relaties. Tussen de verschillende familieleden. Deze systemen kunnen invloed hebben op hoe de familie functioneert en hoe individuele familieleden zich gedragen en hoe dat ze reageren. Trauma ontstaat meestal in een familiesysteem, waardoor alle personen die hier onderdeel van uitmaken een rol spelen. Trauma gaat dus nooit over één persoon alleen. Hier zijn enkele belangrijke uitingsvormen van trauma binnen een familiesysteem. Ten eerste intergenerationeel trauma. Trauma kan worden doorgegeven van generatie op generatie binnen families. Dit kan gebeuren door directe blootstelling aan traumatische gebeurtenissen zoals oorlog, misbruik of verslaving, maar ook door. Indirecte overdracht van onverwerkt trauma van ouders op kinderen. Ten tweede, de invloed van trauma op de gezinsdynamiek. Trauma kan de dynamiek binnen een gezin sterk beïnvloeden. Het kan leiden tot verhoogde stress, conflicten, dysfunctionele communicatiepatronen en ook een gebrek aan emotionele verbondenheid. Sommige familieleden kunnen de neiging hebben om zich terug te trekken, terwijl anderen mogelijk overmatig controlerend of beschermend kunnen worden. Wat natuurlijk ook grote gevolgen kan hebben op de ontwikkeling en hechting van jonge kinderen. Wat ook meteen wordt toegelicht in het volgende punt. Ten derde, gevolgen voor individuen. Trauma kan verschillende gevolgen hebben voor individuen. Individuele familieleden, zoals angststoornissen, DSM-5 diagnoses, zoals ADD, autisme, ADHD, depressie, PTSS, oftewel een posttraumatische stressstoornis, verslavingen en ook problemen met interpersoonlijke relaties. Ook chronische pijnklachten en ziektes komen vaker voor. Deze gevolgen kunnen zich op verschillende manieren manifesteren en kunnen invloed hebben op alle aspecten van iemands leven, inclusief hun relaties binnen het gezin. Ten vierde, verlies van een familielid en rouw. Verlies van een geliefde, een echtscheiding, een verhuizing of andere ingrijpende veranderingen kunnen ook traumatische effecten hebben binnen familiesystemen. Rouwprocessen kunnen verschillend verlopen voor verschillende familieleden en kunnen leiden tot conflicten, verwarring en langdurige emotionele pijn. Het verlies van een ouder of een kind kan ervoor zorgen dat het gehele gezin uit balans raakt, waardoor een veelheid aan problemen kan ontstaan. Nou, gelukkig. Is er veel aan te doen om trauma in een familiesysteem aan te pakken? Ondanks de ernstige impact van trauma kunnen familiesystemen ook veerkrachtig zijn en in staat zijn om te herstellen. Het is dan wel heel belangrijk dat alle betrokken familieleden bereid zijn om mee te werken aan herstel, met name de ouders. Professionele hulpverlening zoals therapie en counseling. Kan families helpen om gezonde copingmechanismen te ontwikkelen, maar ook meer bewustwording te creëren rondom toxische gezinsdynamieken, communicatie te verbeteren, onderlinge steun te bieden en natuurlijk ook traumatische ervaringen te verwerken. Het begrijpen van trauma binnen familiesystemen vereist kennis van de complexiteit van. Menselijke relaties en de unieke ervaringen van elk individu binnen het gezin. Professionele begeleiding kan cruciaal zijn bij het omgaan met trauma en het bevorderen van genezing binnen families. Tot zover deze video. Vond je deze video interessant? Geef dan een like. En deel ook deze video met je vrienden. Vergeet ook niet je te abonneren op mijn YouTube-kanaal als je geïnteresseerd bent in traumaheling, persoonlijke ontwikkeling en bewustwording. En druk daarbij op het belletje om geen video meer te missen. Jouw heling begint hier.